Ik weet niet, dus ik moest zo lachen. Oh. Anyway, ja. Ja, nou ja, dus... Nou, dat is geen begin hoor. Dat doen we nog een keertje. Ja. Weet je, dat is toch, dat zou ik toch graag even gelijk recht willen zetten. Oh. Met die misverkiezingen. Dan denkt iedereen natuurlijk dat, dat het alleen maar mooi gaat. Maar dat ja, heb ik dus... tuurlijk. Denk je ook, hè? Ja, ja. Of ik dat denk. Ja, ja. Maar je bent er 4,5 week. Nou. En je wordt op je talen. Ja, en het gaat ook om intelligentie. Het gaat ook om intelligentie, nee, hè? Zeker weten. Angela, toe nou. Echt waar? Nee. Ja, ik zou het je graag het hele jaar mee willen nemen. Ik ben bij president Bush geweest. Ja. Dan kan je er toch natuurlijk niet zo alleen maar mooi gaan zitten. Draag ons landje nog wel steeds zeker aan. Weten. Ik ben volkomen Hollands. Ja, dat zou ik altijd blijven. Misschien heb ik nu een beetje een accent en zo, maar dat... Ja, dat kijk, daar moet je voor uitkijken hoor. Ja. Nee, kijk daar nou voor uit. Ja, maar daar was ik zo blij dat jullie met zo'n hele groep kwamen. Dan kan ik eindelijk weer eens Hollands... Ik vind het toch leuker als je gewoon zo'n Hollandse trien, zou ik maar zeggen, weet je wel. Dat je een beetje, hè? Ik begrijp het wel. Ja. Maar ben ik ook nog steeds. Als ik thuis onder de kerstboom zit, dan ben ik helemaal niet veranderd. Oh, en dan ben je het accent ook weer kwijt. En nou, hoe meer je Hollands praat natuurlijk, hoe eerder je het weer kwijtraakt. Ja, ja. Ja. Nee, maar je moet er wel voor zorgen dat je ons genoeg uitdraagt, hoor. Dat, dat we niet in de vergetelheid raken en zo. Dat doen we zeker niet. Oh nee, ik bedoel Holland. Hoe kan Holland toch ooit in de vergetelheid raken? Nou, met Europa 92 lopen we die kans dat we een beetje weg... Denk je? Ja, dan worden we weggedrukt door Duitsland en dan hebben we dat probleem. Ik vind toch... Denk jij niet, hè? Straks in Europa 92 bestaan we niet eens meer. Dat denk ik toch niet? Nou, dat denk ik wel. Nee, ik vind toch... Hoe klein Holland ook is... We worden echt een provincie van Duitsland. Denk je? Ja, echt. Ik vind hoe klein Holland ook is, en met al die mensen die ik over praat, ze weten waar Holland ligt, wat het, de kenmerken van Holland zijn. Hollandse mensen zijn altijd zo aardig, daar praten ze altijd over. Ik bedoel, zeg, vraag het over andere landen, daar schijnen mensen minder van af te weten. Dus Holland is toch echt iets, volgens mij iets unieks. Ja. Kun je dat in die tas doen? Ja? Hartstikke. Eén. Hartstikke bedankt. Ja, ook graag. 1, 2, 3, nou. Hollandse wangen. Jongen, 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 wat een interview, hé. Ja. Heb je gezien? Was je tevreden? Dat is goed hoor, hé. Leuk meisje, die Angela Visser. Ja? Ja, zo gewoon gebleven. Dat is nou zo Hollands. Zo van, doe maar gewoon, doe je gek genoeg. Goed, kan ik... Draag zij helemaal uit. Ja, kan ik afkomen? Heel goed voor Nederland, die Angela Visser. Kan ik afkomen? Ben je klaar met je zelfpromotie? Goed. Goed interview. Dit was het voor vandaag. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd. Zelfde net. Hé, hey, geef even door. Paul Verhoeven, die heb ik volgende week. Ga je gang. Nee, zeg dat nou even. Volgende week Paul Verhoeven, die spreek ik. En de volgende week heeft Harry een diepte interview met Paul Verhoeven. Het doet zelf, man. Ja, zeg.